Zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Wij groeien met winst. Het werkt. Die Inner Circle wil meer zijn dan een dating-app. Bij mij de oprichter van de Inner Circle, David Vermeulen. David, van harte welkom. Ja, bedankt. Um, ja, die Inner Circle, mag je het een dating-app noemen eigenlijk, of doen we het dan tekort? Um, nee, je kan het zeker een dating-app noemen. Maar het is niet alleen een app, maar het is ook offline. We hebben heel ja. veel events, ja. dus we noemen het meer een dating-platform. En selectie aan de poort? Dat is ja. Daar moeten we even mee beginnen, want er is natuurlijk veel over geschreven en over uh, ja. gesproken. Hoe, hoe werkt het, het, ik noem maar even het onboarden? En het selectieproces. Stel ik wil lid worden van die inner circle. Hoe gaat dat in zijn werk? Um, ja, het is eigenlijk heel simpel. We hebben inderdaad een uh, selectie. We willen mensen op het platform die uh, ja, serieus iemand willen ontmoeten. Ja. En wat we doen, is je kan connecten met je LinkedIn uh, of met je Facebook. Ja. En we doen dit ook om uh, te kijken of het wel echte profielen zijn. Um, vervolgens kom je bij ons in het systeem. We hebben een uh, gedeelte Automated. Dus uh, er wordt gekeken naar uh, hoeveel connecties heb je al op je Facebook of LinkedIn? Zijn het echte profielen, de foto's, staat er één persoon op of meerdere? Als er meerdere op staan, op een of andere manier zijn er nog steeds mensen die dat doen als ze zich voor een uh, datingplatform ja. aanmelden. Daar is een hele groep erop. Ja, en van wie, wie is wie? Ik, bedoel, ik <laughs> weet het niet. Ja. Um, maar ook leeftijd en uh, beroep, daar wordt ook naar gekeken. Want is er een leeftijd, dus 25 tot 45 Ja, dat is inderdaad, uh, om en nabij uh, de leeftijd, de gemiddelde leeftijd op de Inner Circles 32. Okay. Um, maar waar we naar op zoek zijn, zijn de mensen die ook aandacht aan hun profiel besteden. Um, als jij even snel gewoon nou, een, zomaar een fotootje en even snel wat invult. Ja, dan denken wij ook van: is dit degene die wij op de inner circle willen hebben. En vervolgens uh, word je goedgekeurd en dan kan je dus uh, gratis het platform gebruiken. Yeah. En als je dan uh, nog extra functionaliteiten wil, dan uh, kan je betalen. En uh, je zei auto, uh, automated voor een gedeelte. En, wel, en, en wat voor een gedeelte gaat, gaan echt, echte mensen beoordelen? En wat beoordelen ze dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, maar we hebben een aantal uh, BN'ers die zich aanmelden. En dan hebben we een systeem waarbij foto's langs een database worden gehaald van BN'ers. En dan in één keer gaat er een lampje aan. En dat betekent niet dat, diegene, dat het een nepprofiel is. Dus wij gaan dan ook echt bekijken van, is dit een echt profiel? Mm. Uh, hetzelfde geldt voor uh, geolocatie. Wij, als iemand zich aanmeldt in Amsterdam, dan is het normaal dat geolocatie, de IP-adres ook op Amsterdam is gericht. Als dat ergens anders is, dan in gaan Rootsland. we. Ook, ja, dan gaan wij kijken van, uh, oké, okay, dan moeten we even induiken. Okay. Dus hebben, hoeveel uh, mensen zitten op die menselijke check? Zeg maar? uh, we hebben acht collega's die dat doen. Oh ja? Die zitten er ja. gewoon fulltime op. Ja, ja, we hebben wel veel aanmeldingen, ongeveer tussen de 3000 en 4000 aanmeldingen per dag. Okay. Um, en ja, om het goed te doen, om die kwaliteit te waarborgen, ja. uh, zorgen we dat we dat ook met mensen doen. Hey, wat vind je van de kritiek, die, of kritiek, dat mensen wel zeggen van joh, de, door, door dit proces is het een soort van elitair platform of zo? Um, ja, dat, we horen het wel steeds minder, maar het is inderdaad in het begin kregen we dat wel af en toe te horen. Ja. En ik snap het ook wel, want um, op het moment dat je niet iedereen meteen toelaat, ja, dan is het toch een beetje van: wow, wat is dit? Mm. Um, zelf denk ik van: nou, bedoel, je kan ook zeg maar à la Tinder opereren en iedereen toelaten. En um, ik denk, wij geloven daar niet echt in. Ik denk dat een betere matching werkt als je mensen ontmoet die al zeg maar even zijn bekeken. En daardoor het, het kost heel veel tijd om zeg maar, door al die eindeloze profielen te gaan. En was ook de reden dat ik ben, zo ben gestart. Waar weiger je op naast het feit dat het nou, een app bijvoorbeeld. Nou, uh, bijvoorbeeld waar we ook naar kijken, dat is uh, de balans op een platform. Toen wij ah. net starten in Amsterdam. Hadden we in één keer allemaal mensen van KLM, allemaal piloten, allemaal stewardessen. We kon, het werd bijna klmdating.nl. <laughs> En dan denken we van, nou, wacht even. Laten we eventjes niet iedereen nu aannemen van KLM... Hm. en daar even een hold op doen. Dus daar kijken we ook naar. Ja, ja, ja. Wat kun je aan cijfers delen? Aantal leden? Uh... Ja, er zijn nu meer dan 2 miljoen mensen die op in een cirkel zitten. Uit hoeveel landen? Uh, van, nou, we richten ons op 25 landen. Ja. Um, het is eigenlijk een city-by-city-approach. Dus we kijken naar de grote steden. Dus bijvoorbeeld in Italië richten we op ons Milaan en niet op Rome. Um, Waarom? Nou, omdat in Milaan, uh, zeg maar, daar zit het meer de business center en uh, de lifestyle uh, bedrijven, mode onder andere. En daar zien we dat daar meer mensen zich aanmelden, dus daar doen we ook onder andere events. Ja, ja. Um, en zo zitten we eigenlijk wereldwijd. We zijn net in uh, Sao Paulo, Buenos Aires en Rio uh, gelanceerd. Dus het is echt, uh, ja... Wereld. Menkt dat ook qua dating? Oftewel, uh, iemand uit Sao Paulo die gaat daten met iemand uit uh, Berlijn of uit uh, Amsterdam? Of, uh... Nou, we krijgen hele leuke verhalen van mensen die, uh, zeg maar... Want we hebben een functie dat je, als je gaat reizen, kan je dat van tevoren delen. Mm -hmm. Dus als ik uh, bijvoorbeeld naar Barcelona ga, dan kan ik dat van tevoren aangeven. En dan zie ik wie gaan er nog meer naar Barcelona en welke leden in Barcelona zijn er. Ja, ja. En deze functionaliteit heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen die terwijl ze aan het reizen zijn ook weer anderen ontmoeten. Ja. En we hebben nu net een kaartje van een meisje dat woonde in Parijs en is naar een event van ons gegaan in Londen en daar iemand ontmoet. En die hebben nu zeg maar een baby, dus dat is zeg maar, het werkt. Uh, je... We uh, het over gratis en betaald. Zo'n so, freemium model is dat dan, hè? Je mag ja. gratis starten en daarna betaald. Wat, wat mag je gratis uh, doen? Nou, in principe... Heb je er dan wat aan, zeg maar? Of is het eigenlijk zoiets van... we zijn binnen, maar eigenlijk... als je echt aan de bak wil, dan moet je gewoon betalen? Nee, je kan wel... Uh, de basisfunctionaliteiten kan je doen. Dus je kan wel uh, in contact komen met anderen. Um, je kan uh, door alle members heen. Ja. Uh, je kan ook uh, naar de events die we organiseren gaan. Maar wat we uh, bijvoorbeeld hebben toegevoegd... dat zijn extra filters. Dus wil je... Specifiek uh, iemand in de reclame of in de fashion. Dan kan je daarop filteren. Uh, maar ik kan gewoon matchen. Als ik gewoon gratis lid ben, dan kan ik gewoon. Ja. Uh, ik zoek uh, dames uit Brabant. Okay. Dan, of dat Brabant mag er zelfs al niet. Ik, ik zoek ja, dames. Dat, ja, ja, als je, ik zoek dames, dan kan je inderdaad. Uh, dan, uh, dan kan ik door de dames heen bladeren. Ja. Maar kan ik ook connecten dan? Ja, dus dan kan je ook berichten sturen. Um, en dan vervolgens, uh, als zij bijvoorbeeld een wink sturen, daarvoor zeggen wij van nou daarvoor moet je dan betalen. Aha. Of als je een match hebt. Dan, uh... Dus wil je echt elkaar gaan ontmoeten, dan moet je toch wel... En wat betaal je als je betaalt? Um, het ligt eraan, het is ongeveer tussen de 20 en 40 euro per maand. Oh, dat is best. een, dat is, dat is een bedrag. Uh, je daar nou, voor de ware liefde vind ik dat... Uh... Nou, het is ook waar, maar liefde nee. is onbetaalbaar. Ja, maar het ligt in lijn met uh, Tinder en Happen. Dus het, is, het ligt er niet ver boven of niet ver beneden. Um, en dit is, uh, ja, dat, dit is dan maandelijks uh, betaal je dat. Je noemt het woord al een paar keer: evenementen. Dat is belangrijk in je strategie. Hè? Ja. Leggen ze uit? Nou, we zien dat evenementen uh, voor ons heel goed werkt. Het is een hele andere leuke manier om uh, singles te ontmoeten. Uh, we hadden afgelopen zaterdag eentje weer in Amsterdam. Maar we organiseren, organiseren ze wereldwijd met ambassadors. En het is iets wat echt aanslaat en we gaan er zelfs nu een stap in verder. Mm -hmm. Waarbij we zeg maar meer als missie hebben van we willen echt mensen offline laten elkaar laten ontmoeten. Dus we gaan nu ook member events doen. Dus iemand die uh, bijvoorbeeld een wine tasting wil organiseren zelf. Dat gaan wij nu faciliteren dat dat allemaal via de inner circle kan je dat organiseren. Aha. En we doen al bijvoorbeeld in Londen heb je al bijna 15 barren waar je dan je eerste drankjes gratis krijgt. Uh, we hebben nu binnenkort een um, uh, samenwerking met uh, Bols en met uh, in Nederland Moël Chandon in Parijs, Bacardi in Londen, waarbij we cocktailworkshops doen. Dus we trekken dat veel verder door. En daarmee onderscheiden we ons ook van het eindeloos swipen, wat eigenlijk de meeste andere apps zijn. Ja, ja. En, en hoe. Uh... Wat is, je hoort vaak bij ondernemers focus is belangrijk. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik, oe, dan krijg ik andere businessmodellen aan, waarschijnlijk samenwerkingen met brands en, uh, hoe, wat is, het, is er een risico dat je daar, dat je focus verliest? Um, ja, nou, ik geloof 100% in uh, focus. Hmm. En we hebben nu uh, alles wat we doen daar kijken we wel meteen van in hoeverre is het schaalbaar. Ja. Dus dit is een reden dat we bijvoorbeeld member events dat is zeg maar heel erg schaalbaar op het moment dat wij een platform aanbieden wat gewoon goed werkt. En ja. um, wij zullen wel, uh, we moeten wel oppassen dat we inderdaad, we hebben nu twee event managers en ik kan er ook twintig aannemen. Maar we moeten, we moeten het eerst zelf bewijzen en dan gaan we dit verder opschalen. Want lekker even, even praktisch. Ik ben lid. Ik uh, woon in Barcelona en ik denk hey, het lijkt mij leuk om uh, businesscontacten op te doen en tegelijkertijd misschien wel leuk te daten. Maar dan mogen mijn mannen en vrouwen komen. Een soort combi van leuke netwerkborrel ja. en misschien wel uh, mijzelf profileren ook. Ik wil daar uh, 30 man hebben en dan kan ik die in een circle gebruiken. Um, het? Nou, het is wel echt gericht op singles de inner circle nu. Okay, dus... Dus echt, maar het doel moet ook daten zijn. Ja, dus het is echt gericht op uh, met elkaar in contact komen en met de achterliggende maar, gedachten. Maar, maar waarom zou ik dan een evenement organiseren? Om 30 vrouwen uit te nodigen? Nee, nee dat, dat, is, dat is niet te maken. Maar lekker dan. Maar we hebben, we zijn er net mee begonnen. Yeah. We hebben nu 50 mensen die zich hebben aangemeld, die hebben aangegeven van we vinden het leuk om wat te organiseren. Yeah. Die worden nu allemaal over Skype geïnterviewd en die gaan dan. Heel veel mensen vinden het leuk. Bijvoorbeeld in Sao Paulo hebben we uh, mensen die organiseren dan een boottrip en dat gaat allemaal buiten ons om. In Ibiza worden ook evenementen georganiseerd in strandtenten buiten ons om. Dus het gebeurt eigenlijk al. En dat zijn mensen die het leuk vinden om een borrel uh, of met alleen een bineer, maar singles met alleen maar singles. En er zijn heel veel mensen die hoeven daar ook niks aan te verdienen. Maar gewoon het idee van ik regel dit en ik breng deze mensen bij elkaar. Ja, die vinden dat ontzettend leuk. En wij zeggen van het gebeurt al. Laten we hier echt een platform voor creëren. En wat heb jij daar dan aan als inner circle? Um, het is echt op dit moment, het, uh, we kijken niet naar het revenue model. Het is wel mogelijk voor hun dat ze bijvoorbeeld kaart verkoop, uh, via ons kunnen doen. Dus als jij een wine tasting doet, kan dat allemaal via ons. Mm. Um, op latere termijn zal het wel een uh, businessmodel worden. Het is hetzelfde wat Airbnb heeft gedaan. Die heeft natuurlijk ook nu Airbnb Experiences toegevoegd. Mm. En uh, dat is inmiddels voor hun ook een groot verdienmodel. Hoeveel mensen werken bij Inner Circle? Ons vaste team bestaat uit 18 met uh, het hoofdkantoor hier in Amsterdam. En dan hebben we nog een kleiner kantoor in Londen en in Oekraïne. En daarnaast hebben we. Dus... Development Oekraïne. Ja. En daarnaast hebben we dan ook um, in, uh, met name in Nederland en Engeland, mensen vanuit thuis die dan uh, de screening en helpdesk doen. Ja. En daarnaast in de grote steden werken we met uh, vaste ambassadors, maar die krijgen dan alleen betaald per evenement. Drijwinst? Ja. En voor wie is het bedrijf? Um, we, zijn, uh, we hebben geen externe financiering. Dus uh, uh, ik heb twee co-founders: Serge, de CTO, en Michael, de COO. Uh, en ik. Dus wij zijn de, de, zijn de eigenaren. Ja. Dus z'n drieën de eigenaar. Ja. Dat is wel leuk, want ik vond wel. Uh, aan de ene kant win je de, de Deloitte vast. Uh, wat was het, vast 50, 2018. Ja, ja. Dat wil zeggen, nou, dat zijn voor de snelle, voor de snelle groeiers. En tegelijkertijd ja. lees ik ook een verhaal waarin je een soort van best wel behoudende ondernemer bent. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat? Nou, wij groeien met winst. Dus oh. um, wij. Uh, uh, wij weten, we zitten goed op de nummers, we zijn analytisch heel sterk. Yeah. Um, als wij een nieuwe stad lanceren, dan uh, maken we al berekeningen van als we daar geld in investeren, wat we er verwachten uit te komen en we worden er steeds beter in. Yeah. En dit zorgt ervoor dat we gezond en hard kunnen groeien. Met als doel? Um, met als doel dat we uiteindelijk uh, een. Uh, op het moment dat mensen serieus willen daten, overal ter wereld, in de top drie, de Inner Circle, meteen weten. En wordt dat een autonome deels acquisitie? Misschien wordt het een, een eigen groeistrategie? Of heb je heel duidelijk een roadmap van: oké, okay, op een gegeven moment gaan we, kunnen we die Inner Circle onderbrengen en verkopen? Nee, we zijn nu echt gewoon gefocust op nog verder doorgroeien. Hmm. En uh, is het dan ook een doel dat mensen uiteindelijk afscheid nemen van die inner circle? Ja, ja, dat is ons ultieme doel. Ja, ja. ja, dat is heel bizar. Maar we willen eigenlijk uh, zoveel mogelijk mensen bij elkaar brengen. Dus echt elke seconde willen we dat iemand van de innercirkel iemand anders van de innercirkel ontmoet. En op momenteel is dat elke 20,4 seconden. Dus er zijn al heel veel mensen die elkaar ontmoeten. Maar uiteindelijk willen we dat uh, elke seconde iemand elkaar ontmoet. En ons ultieme de goal is zeg maar, mensen dan, dat ze gelukkig bij elkaar blijven. En de reden, het is natuurlijk een beetje gek, van, je bent bezig mensen van je platform weg te krijgen. De reden dat we dat doen is dat we eigenlijk merken, de mensen die elkaar hebben gevonden via de Inner Circle, dat zijn de beste ambassadors. Er zijn, elk weekend zijn er huwelijken waarbij wij worden genoemd. Van, dit is de reden dat we nu hier staan, dat is via de Inner Circle. We hebben op ons kantoor een hele muur met geboortekaartjes. Van mensen die ik allemaal niet ken, maar die sturen dat naar ons kantoor Hoe om cool ons te bedanken. Ik bedoel, ja, wat is er cooler dan dat? Inderdaad. En gaan de meeste mensen dan ook stoppen? ze dan ook allemaal met lidmaatschappij? Ja, ja, dan, dan is het wel de bedoeling dat je ja, stopt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nee, ja. maar dat ja, is ja, kan... inderdaad, uh, er zijn weer andere platformen en dat je daar misschien nog uh, terecht kan. Maar bij ons is het de bedoeling dat je. Dus niet dat je op een gegeven moment weer een soort second life-achtig platform hebt. Nee, dat hebt, gaat. En, dat uh, je uh, de leden dat gaat niet na vijf jaar weer, weer opnieuw kan benaderen. Ja. Misschien is het nu tijd. Uh... Nee, 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 daar, daar blijven we van weg. Nee, en je inkomstenstromen, dat is betaalde abonnees. Ja, evenementen. Daar zijn jullie geheim over hoeveel er dat zijn? Ja. Waarom? ja, geheim, geheim. Nee, ja, die cijfers delen we niet. Want? Um, waarom we die cijfers niet ja. delen? Um, dat is best interessant. Ja, de dat... procent van je 2 miljoen leden zijn betaalde leden. Ja, nee, snap ik. Nee, ja. nee die cijfers delen we niet. Um, nee, ja, ik we, 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 we bedoel, op het moment dat je begint met cijfers delen... dan kan ik ook, zeg maar, wat, zijn, wat is de lifetime value? Wat is de churn rate? Ja. Wat zijn dan de volgende vragen? Ja. Maar we houden het op het aantal leden wat we momenteel hebben... Ja. Um, en, ja, verder, en inkomsten zijn betaalde leden. Ja. Wat nog meer? Heb je nog en meer evenementen. En evenementen, ja. Okay. En, en dat laatste groeit. Ja, ja, en dat laatste groeit inderdaad. Um, en daarnaast uh, merken we nu langzaam zeg maar zeker partnerships. Dus met grote drankmerken onder andere, die ja. nu ook interesse tonen. gaan we binnenkort ook een test mee doen. Maar de focus is of, uh, subscriptions en evenementen. Ja, want die willen wel naar binnen. Waarschijnlijk in, dat, is prima, dat is natuurlijk een prima... Niet alleen drankmerken, kan ik me voorstellen. Maar jullie zijn natuurlijk best ja. een heel interessant bestand. Ja, ja. Moet je ook weer verwaken dat je natuurlijk als lid van de Inner wordt bestookt met... Ja, uh, we doen ads. dus momenteel geen advertenties. Nee. En dit is ook wel, uh, wat je net zei, focus. We hebben echt besloten, we gaan niet adverteerders op het platform toelaten. Ook verdienen nee. er wat geld mee. Ja, precies. Ja. Ben je zelf single nog? nee. Ik ben het natuurlijk wel gestart toen ik single was. Ja. En mezelf toen had aangemeld bij. Toen waren er nog datingsites, toen waren er nog geen apps. En heb je je, date, heb je je relatie gevonden via een dating app? Nee, via, via een beetje de ouderwetse. De, ik noem mezelf de offline inner circle, wel ja, via een bekende. Ja, maar daardoor wel op het idee gekomen om met de inner circle te starten? Ja, zeker. Ja. Omdat de rest gewoon. die vond je niet tof? Nou, wat ik merkte is dat. waar ik op zat, dat was. ik woonde toen nog in Londen. Ik zat toen op een dating platform. Dat heette Love Struck. En ik kreeg profielen met uh, Hannibal 62, en dat was dan een vrouw, ook letterlijk van 62, die een foto had van uh, 20 jaar ervoor. En ja, ik werd er niet gelukkig van. Mm. En ik dacht van dit kan echt veel en veel beter. Want ja. het concept van elkaar op deze manier ontmoeten, dat mm. werkt wel. Mm -hmm. Maar, ja, precies. maar je moet wel een soort van kwaliteit, of kwaliteit is een eng woord. Ja, kwa drukken, kwaliteit is een eng woord, maar ja. dat is wel van... Betrouwbaar. Ik vind, ja, betrouwbaar. En daarom ja. is het belangrijk, uh, die screening is wel... Ja, ja het is wel een USP. Ja. Ja. Even tot slot nog een paar dating tips. Stel, ik ben nu 30 ja. en ik ben net zo good looking als dat ik ben, zeg maar. ja. Je bent niet dertig trouwens, toch? Nee, 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 okay. Bedankt. Uh, ja. Maar wat, zijn, dat, wat moet ik niet doen op een datingplatform? Um, nou, het werkt een beetje als het echte leven. Je moet, uh, met name, je moet jezelf zijn. Dat ah. is heel belangrijk. Ja. Uh, je moet er niet te veel. Uh, je moet dus ook je best doen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Heel veel mensen die denken van, oké, okay, ik meld me aan, ik zet een paar foto's, maar ik ga niet. Bij ons kan je ook nog veel meer toevoegen. Van, nee. wat zijn je favoriete restaurants? Uh, wat uh, vertel iets meer over jezelf? Ik raad het aan om wel te doen, want mensen vinden het ook leuk. Die krijgen een beetje een beter beeld. Ja. En dat zijn een beetje de basisdingen om een leuke, leuke date yeah. te, te vinden, zeker. Ja. ja. en uiteindelijk ook redelijk. Het zijn de clichés des lives, hè? Maar daar moet je het uiteindelijk toch mee doen, ook in de relatie, toch? Met ja. die aspecten. Ja, zeker. Succes met de verdere ja. uitbouw van je platform. En dank je wel voor dit gesprek. Ja, bedankt. En jij, dankjewel voor het kijken. Abonneer, ons, uh, abonneer je op ons uh, YouTube-kanaal. Doe het duimpje omhoog als je dit een leuk gesprek vond. En kijk vooral naar meer gesprekken. En uh, voor nu, dankjewel. Hoi.